zo welkom hier aan het busstation van De Lijn in Sint-Niklaas. Dus sinds 6 januari is er geen rechtstreekse bus niet meer naar Hulst-Nederland. Maar je ziet dus wel duidelijk de gevolgen van dit. Nu moet je bijvoorbeeld een bus nemen na 52 minuten tot De Klinge. En dan daar via Hopin een reservatie, dus 30 minuten voordien doen naar Hulst busstation. En woon je buiten Hulst busstation, moet je ook nog vervolgens in Nederland een reservatie doen, 2 uur vooraf. Met de haltetaxi en uiteindelijk dan nog een busje nemen, 1 maal per uur, om thuis te geraken. Dus ja, een heel verhaal, maar bon, het is wel de realiteit. Hier dus ook, wat Nederland betreft, is het toch wel lastig. En ook terug het belang dat er een treinstation komt in Zeeuws-Vlaanderen. Dus de trein die aanwezig is, Gent, met verbinding Terneuzen voor goederentransport, zou in principe dus ook een passagiertransport moeten krijgen. Dus dat toch de mensen die verbinding hebben met Zeeuws-Vlaanderen. Maar je ziet toch wel duidelijk nu, dat is gewoon niet te doen. Hè. Als je zoveel uren moet doen om daar te komen tot je bestemming met het OV. Natuurlijk, ik gebruik nu de fiets. Bijzonder snel met de fietsnelweg. Maar bon, voor bepaalde doelgroepen, dus die enkel afhangen van openbaar vervoer, wordt het toch wel een bijzonder lastige zaak.